Mickey. Toestemming voor terugkeer. Begrepen. Tot dadelijk op aarde. Landingsprotocol ingeschakeld op tijdslot 3 minuten. Autopiloot staat aan. Huh? Moet je naar buiten? Oh nee, maatje, dat kan u niet. Ga op het ruimtetoilet. Oké. Vooruit dan, maar doe het wel snel. Stop, maatje. Pas op voor die zwaartekrachtbaan. Bedankt. Mijn hond, Pluto. Pluto, waar ben je? Pluto, kom met dat vuilnis. We hebben niet veel tijd meer. Aha, kijk jongen, zoek. Oh, hier is je kluif. Kom, terug naar het schip. Je denkt toch niet dat je ons zomaar als schimmel gebruikt? Oh nee, Pluto, blijf! Landingsprotocol ingeschakeld in 15-14. Oh nee, zo komen we nooit meer terug. Nu blijven we in de ruimte voor eeuwig. Dat is onze laatste kans. Let op, jongen. Kom terug, commandant Mickey. Na zo'n lange ruimtereis bent u vast opgelucht. Nog niet, maar dadelijk wel. Zo schitterend, zo sprankelend, zo onweerstaanbaar. Oh ja, wat een lekkere prinses. Echt wel. Ik ben verliefd. Nou, waar wacht je nog op? Grijp je kans, Goofie. Goed idee, Mickey. Ik zet mijn mannelijke charme aan het werk. Pardon, mevrouw. Hé, hey, Goofie, wacht. Zo kun je daar niet naartoe. Ja, hoezo? Wat is er mis dan? Niks hoor. Wat ze bedoelt is dat een mannenschaal niet past bij een liefje zoals zij. Wat? Zei je wat, Donald? Hij zei, wij helpen onze beste vriend aan de ware liefde. Wat? Oh, wat zou ik zonder jullie moeten? Een andere omhelzen? Niet zo sip, Goofie. Deze chique make-up maakt je echt helemaal het heertje. Goed, eens kijken. Ah, een beetje van dit. En dan even zo. En dan tenslotte nog wat. Tada! Hoe zie ik eruit? Nou, ik vind van niet. Let maar op. Goofie moet heel veel geld hebben. Maar Donald, we hebben helemaal geen cent. Wacht, maar op deze maat wel. Wat aardig jullie weer eens te zien. Zeg, wat kan ik doen voor mijn lievelingsneef? Onze minuut geven. Oké, Goofie,
tijd spelen. Misschien moeten we het tempo opvoeren. Verprutste? Maar jullie hebben me juist heel veel geleerd. Oh ja? Jullie lieten me zien dat ik mezelf moet zijn en niet levensgevaarlijk moet willen veranderen. Maar als ik even mag, ik heb echt een werelddate. Pardon, mevrouw. Sorry. Sorry dat ik u stoor, maar ik moet het u gewoon zeggen. Ik hou van u. Ach, moppie. Ik was al om bij sorry. Jij niet. Jij. Oh, schatje, ik hou van je. Ik hunker naar je. Hij is verliefd op een broodje. Dan verklaar ik u nu tot echtgenoot en broodje. U mag het brood kussen. Pluto's bak en zijn riem en een grote zak met Pluto's lievelingskoek.
sprookjes. Alleen geven als hij braaf is. Maar dat is hij altijd. Ja toch, Pluto? Woe, niet zoveel tegelijk, Minnie. Daar wordt hij reuze dik van. Nou, maatje, tot over een maand. Mijn kleine Pluto. Mijn kleine Minnie. Zorg goed voor mijn Pluto. Ja, dat is zeker Goofy. Vooruit, ik heb het druk vandaag. Goed, ga maar zitten. Zo, en waarom ben jij geschikt voor deze baan bij NVBV? Nou, kom op, geef eens antwoord. Ik hoor niks. Wat moet ik zeggen? Je zegt helemaal niets. Pasvorm ontwikkelde synergie. Interessant, ja. Diploma kwaliteitsdoektheorie. Oh, dat klinkt goed. Hier is het mijn beurt. Een talenknobbel, dat spreekt voor je. Let op, nog één laatste vraag.
Ja, dat is waar. Zo saai, al die vragen. Kon ik dat maar veranderen? Maar ja, regels van pa. Ze zeggen niet voor niks. Als je pa de baas is, hoef je zelf mooi niks te kunnen. Niet handen. Dat was een grap. Doe snel iets. Als je hier nou even al je gegevens invult, dan hoor je nog van ons. Olé, hij heeft een nachtmerrie. Papa, wat heb jij gedaan? Je bevrijdde mij. Eindelijk kijkt mijn vader niet meer op mij neer. Nu kan ik dit bedrijf voortaan runnen zoals ik dat wil. Wees welkom. Gelukt. Ik ben benieuwd wat die baan is. Waarom maakt niemand mij wakker? Ik ben te laat voor mijn sollicitatiegesprek. Señor, mi novia y yo no vemos nada. ¿Pero qué haces? ¡Suéltame! ¿Qué está haciendo? Thank you.
Minnie. Ik ben er al bijna. Oh, nee, ben ik niet vergeten. De laatste staat hier recht voor mijn neus. Vanaf nu let ik goed op. Tja, jongens, het slechte nieuws. Jullie auto is caduc. Maar het goede nieuws is, ik kan hem wel fixen. Voor 350 piek. Maar zoveel poen hebben we niet. Oh, man. Doe rustig, jij. We bedenken wel iets. Hé, er is dit weekend een rodeo. Ik hoorde dat paardentemmen echt flinke prijzen oplevert. Wie weet... Jullie winnen misschien wel de eerste prijs. Rodeo? Howdy, cowboys! Wij gaan deze rodeo eens eventjes lekker winnen. Letten jullie maar op. Dus... Waar is je paard, cowboy? Wat? Heb je een paard nodig? Oké, jongens, wij gaan een paard dus lenen, zeg maar. Op mijn teken grijpen we hem. 1, 2... Oops.
was echt de allerheftigste rodeo-rit die ik ooit van mijn leven gezien heb. Woehoe! Kom nu maar op met dat prijzengeld. Oh, sorry, mannen. Er is dit jaar geen prijzengeld met, met de crisis en zo. Blijven staan, jullie. Ik ben een rijke Texaanse stinkert. En ik heb het hele Zuidwesten afgezocht naar een paard als die van jullie. Man, zat hij in mijn stal, dan had hij een leven als een sheik. En dat superpaard en ik zouden heersen over de fantastische rodeosport. Ik geef je 2 koffers vol met cash voor hem. Maar helaas voor u, meneer, is hij niet, zeg maar, echt een... We zeggen zeker niks tegen Katrien, toch? Nee! Een bloempje voor Minnie. Minnie! Ik zie je glimlach weer, ik zie je stralen. Mijn hart gaat tekeer, oh Minnie Mouse. Minnie Mouse, je laat de bloemen bloeien in mijn hart. Gekleurde bloemen in een bloementooi. Maar al die bloemen zijn niet zo mooi als Minnie Mouse. Minnie Mouse, je laat de bloemen bloeien in mijn hart. 5 kleine blaadjes rond een hart van goud. Och, wie heeft er ooit zo'n mooie bloem aanschouwd? Ik zoek een bloempje, dat geef ik haar cadeau. Dit mooie bloempje, daar wil ik het zo voor. Minnie Mouse, Minnie Mouse, ze laat de bloemen bloeien in mijn hart. Ze laat de bloemen bloeien in mijn... Ah, Minnie, de mooie bloempje. Ik moet snel een nieuwe vinden. Oh, die kleine.